Welkom in de les Beveiligend Werkblad. In Excel noemen we een tab een werkblad. Dus open ik bijvoorbeeld een nieuw Excel-bestand, dan heeft hij altijd drie werkbladen, blad 1, 2 en 3. Maar in ons voorbeeld hebben we maar één werkblad en dat is Beveiligend Werkblad. Het kan zijn dat ik in een werkboek niet het hele werkboek wil beveiligen, maar enkel maar één van zijn werkbladen. Nou, dat gaan we nu laten zien. Ik wil Beveiligend Werkblad. Dus deze tab wil ik beveiligen, maar die andere tabs mogen gewoon vrij gemanipuleerd worden door de gebruiker. Hoe doe ik dat? Ik selecteer de juiste tab. Ik ga naar controleren en klik op blad beveiligen. Hierin heb ik de optie om een wachtwoord in te voeren. Je zou denken dat je hier een wachtwoord in moet voeren. Maar besef goed dat als je een wachtwoord invoert, het bestand ook daadwerkelijk van jou is. Immers ken jij alleen dat wachtwoord. Vaak wordt het ook gebruikt zonder dat er een wachtwoord wordt ingevoerd. Alleen maar om te zorgen dat het Excel werkblad wat makkelijker is in gebruik, maar niet dat het echt beveiligd moet worden. Dus het wordt vaak beveiligd zonder een wachtwoord. Nou, dit zijn alle opties die je allemaal kan beveiligen. Standaard staan alleen de eerste twee aangevinkt. Dat zijn de vergrendelde cellen selecteren en de ontgrendelde cellen selecteren. Dat zal ik straks even laten zien wat het inhoudt. Die overige ga ik niet uitleggen, eigenlijk spreken die vrijwel voor zich. Het volstaat meestal door alleen deze twee functionaliteiten te beveiligen. Als ik nu zeg oké, op dit moment is dit werkblad beveiligd. Wil ik hier een waarde invoeren, dat heb ik nu geprobeerd, dan krijg ik een melding. De cel of het grafiek wat u wilt wijzigen beveiligd en heeft het kenmerk alleen lezen. Dus kortom, ik kan niks meer in het blad wijzigen, want het is allemaal beveiligd. Die beveiliging kan ik gemakkelijk opheffen door weer op dezelfde knop te klikken. Alleen is de tekst veranderd in beveiliging blad opheffen. Ik klik erop en aangezien ik geen wachtwoord heb ingegeven, is de beveiliging nu gelijk weg. Dus ik kan nu wel iets wijzigen in de cellen. Zal ik dat nu met wachtwoord doen? Dat zal ik dan ook even doen om te laten zien. Dan vraagt hij eerst weer om een bevestiging van het wachtwoord. Ik kan immers het wachtwoord verkeerd hebben ingetikt. Nu is het blad ook weer beveiligd. Ik kan niks invoeren. Dat blijft allemaal precies hetzelfde. Alleen als ik nu zeg beveiliging blad opheffen, dan vraagt hij om het wachtwoord. Ik vul het één keer in en de beveiliging is er nu vanaf. Waardoor ik nu weer allerlei dingen kan doen op mijn sheet. Ik had u nog beloofd uit te leggen wat vergrendelde cellen selecteren en ontgrendelde cellen selecteren betekenen. Nou, u ziet dat ik in deze sheet elke cel kan selecteren. Als ik het blad beveilig, kan ik dat allemaal nog steeds. Maar nou wil ik eigenlijk dat de gebruiker alleen de geboortedatum kan wijzigen en de rest van het werkblad wil ik beveiligd hebben. Nou, dan selecteer ik eerst heel de kolom geboortedatum. Ik klik op mijn rechtse muisknop en ga naar de eigenschappen. Standaard zet Excel altijd alle cellen op geblokkeerd. Maar voor deze kolom, voor deze selectie die ik hier heb gemaakt, dus de geboortedatumkolom, zeg ik dat ze niet meer geblokkeerd zijn. En ik klik op oké. Dan ga ik weer opnieuw het blad beveiligen. En zeg ik nu dat ze alleen maar de ontgrendelde cellen mogen selecteren. Ontgrendeld betekent dus niet geblokkeerd. Dan ziet u dat op het moment dat ik dan nog in mijn werkblad ga klikken, ik alleen maar de cellen kan selecteren die ik daadwerkelijk ook mag wijzigen. Dat is ook een hele mooie manier van beveiligen. Immers kan de gebruiker alleen de cellen selecteren die hij mag wijzigen. Dat maakt het wel vrij duidelijk voor hem. Ik vind het zelf nogal ongebruikersvriendelijk als ik zeg een blad beveiligen, maar ze mogen wel alle cellen selecteren. Waarom? Nu kan hij hierop gaan staan, dan kan hij hier een datum gaan wijzigen als hij dat wil. Nou, dat lukt. Gaat hij hierop staan, dat insinueert ook dat hij dat ook mag wijzigen. Maar op het moment dat hij dat doet, krijgt hij elke keer die foutmelding. De gebruiker kan dus niet goed zien welke cellen hij mag wijzigen, te ja of te nee. Dus ik zou zelf heel duidelijk aangeven dat alleen de ontgrendelde cellen geselecteerd mogen worden. Dus een blad vind ik dat je altijd zo moet beveiligen. Dat maakt het voor de gebruiker heel gebruikersvriendelijk. Nog een andere tip. Zorg ervoor dat de velden die ingevuld mogen worden altijd wit zijn. Dat insinueert ook dat die cellen veranderd kunnen worden. Die andere cellen zijn gekleurd, waardoor ik ook denk dat dat waarschijnlijk bij het programma hoort en ik daar niks aan mag doen.